Alright, kick back, relax, and let's hit it again. While you go tell your mother, father, cousin, the kid, and your other friends that don't even have a clue what this doo-doo crew is about to do. You know it ain't fool's gold, this is kryptonite. Super MCs freeze when I hit the mic, right? EFF is the AKA. I keep it popping like bubble WRAP. And if you don't know by now, then listen up, stupid. CSWS came to do it. Got more flavor than you and your crew, kid. So get your hands together if you're ready to lose it. And bounce to the bounce of the breakneck beat. And like junior seniors, it's to move your feet. Yo. You bring the buckets, I bring the refreshments. And stay fresh to death like I'm choking on a breath mint. I feel I can fly. I'm on 6, 7, 8 cloud. Hallo allemaal en leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe vlog. Hierop, it's Ultrax, de enige echte. Het is zondagavond. Jullie hebben gisteren de wedstrijd gezien die ik... jullie hebben gisteren de wedstrijd gezien die ik vanmiddag heb opgenomen. Het is zondagavond. Ja, het is een beetje raar weekend geweest. Een beetje rustig weekend geweest. Ik heb gisteren nou echt helemaal niks gedaan. Alleen maar uitgerust en ik was ontzettend moe. Vandaag een fire-out geweest. En jullie hebben de vlog gezien. Het was echt hondenweer. En het is de aankomende of de afgelopen weekend ook echt baggerweer geweest. Daarom dus niet echt grote vlogs. Alleen maar vlogs binnen en dan de fire-out vlog. We gaan weer naar het slechte weer, jongens. Het gaat langzaam weer, gaan we weer naar de winter toe. Naar de herfst en naar de winter. En worden het weer meer binnenvlogs dan buitenvlogs. Ik heb nog wel hele leuke dingen te doen. Ik ga nog op vakantie. Ik ga nog een lang weekend weg. Als het goed is gaat Ramon ook mee. Dat hoop ik tenminste dat Ramon meegaat. Hij zou kijken of dat het lukte. Volgende week ga ik weer naar Feyenoord. Ik moet Feyenoord weer thuis spelen. En ik ga nog volgende maand naar het geheime pretpark bezoekje in het buitenland. Jullie gaan wel zien wat voor pretpark het wordt. Het wordt in ieder geval lachen, gieren, brullen. Kevin gaat in mee. Nou, Ramon weten we weer niet zeker. En heel misschien, want ik weet het niet zeker, want je weet het maar nooit. Heb ik nog een secret guest. Heb ik nog. Ik weet niet zeker of dat het doorgaat. Of dat dat persoon kan. Want ja. We gaan het wel zien. Ik heb altijd zoiets van. Eerst zien dan geloven. Jullie kennen de mini-meeting wel in Arnhem toen. Dus eerst zien en dan geloven. Maar we gaan in ieder geval. Ga ik nog een hele hoop leuke dingen doen. Aankomende maand. En volgende maand. Dus reden gewoon om. Ga abonneren te blijven op mijn kanaal. Voor leuke video's. Ja, ik ben vanavond eigenlijk alleen nog maar een beetje YouTube filmpjes aan het kijken. Ik heb eigenlijk ook niet veel meer te melden. Ik had ook eigenlijk helemaal geen zin om deze vlog op te nemen. Wou het wel even doen. Maar aan de andere kant als ik ook, heb ik eigenlijk niet zoveel zin omdat ik al moe ben. Ik ga deze vlog dus niet al te lang maken. Als jullie het niet erg vinden. Maar toch weer even een updateje. En eventjes een berichtje van mij. Hoe het hier is. En met mij gaat alles goed. Ja, ik had vandaag alleen een beetje last van mijn hand. De tinteling in mijn hand. Ik weet niet wat het is. Ik hoop niet dat het blijvend is. Met een tintelende hand ben ik altijd gelijk een beetje van nou. Want bij ons op de zaak. Ik werk natuurlijk in de groenvoorziening. En hoor je ook heel vaak dat de mensen last hebben. We hebben al een paar collega's gehad. Die hadden het tunnelsyndroom. Ik hoop niet dat ik dat ook heb. Dus ook als je met een snoerschaar de hele tijd aan het knippen bent. Dat je daar een spier of zo, ik voor wat. Dus ik hoop niet dat dat, of dat dat zo is. Oh jezus. Je gaat niet menen dat het. Oh nee. Oké. Hey, ik heb. Vanavond wou ik de kat eten geven. En toen liet ik
het pakje uit mijn handen vallen en er zat nog eten in. En ik heb wel de boel opgeruimd, maar volgens mij niet helemaal goed. Die dingen springen ook overal naartoe. Moet ik nou weer boos worden? En ja, volgens mij ben ik nou in de kat ding gestapt. Oh mijn god, oh jeetje. Dus vandaar. Nou, ja, ik heb verder niet echt veel meer te melden. Het was in ieder geval wel heel erg leuk vandaag met Ramon. Maar wat een bagger weer, zeg. Jeetje. Ik was blij dat ik weer in de tram zat op de terugweg. Want het kwam echt met bakken, kwam het naar beneden. En ja, buitenvlogs, dat is met dit weer gewoon niet te doen. Het was echt gewoon bagger weer. Als het goed is, zou van de week zou het weer beter worden. Dus ik hoop misschien dat ik nog wel eventjes tussendoor... nog eventjes s'avonds een vlog kan opnemen buiten misschien. Maar ja, moet even kijken of dat lukt. Want ja, je hebt ook... het wordt weer sneller donker. Dus ja, ik moet even kijken of dat lukt. Omdat ik er tijd voor heb. Ik ga in ieder geval... Probeer ik in ieder geval zoveel mogelijk... deze week s'avonds... Dat ik niks te doen heb. Want ik heb... ja, gewoon ook af en toe even mijn rust nodig. En dus wel lekker als je een hele dag gewerkt hebt. Dat je dan s'avonds even lekker kan uitrusten. Dus dat is ook het plan eigenlijk. Een beetje lekker uitrusten. Ik heb, zaterdag heb ik ook heerlijk lekker rustig aangedaan. Het viel me prima. En ik zie hier nog allemaal rotzooi liggen. Die moet ik allemaal opruimen. Want morgen moet ik het allemaal weer hebben. Anders dan ga ik morgen naar mijn werk. En heb ik mijn rijbewijs weer niet bij me. Ik heb een rijbewijs nodig. Want ik ben chauffeur. Dus dan moet je wel je rijbewijs hebben. Nou, de katten die vragen ook constant om aandacht. Ik heb echt zoiets van, laat me nou even met rust. Ik wil even lekker even uitrusten. Dus, maar ja. Dat is altijd met die katten. Als je rust wil en stilte wil hebben, dan komen ze naar je toe. En ach, vandaag zijn ze, of vanmiddag zijn ze ook even een paar uurtjes alleen geweest. Dus ik moet ze ook wel weer even aandacht geven. Kijk, hier heb je een kleine boef. Lekker in je mandje, hè. Bokito. Bokito, leg lekker in zijn mandje. Kijk, en dan ga ik... Bokito ben ik aan het aaien. En dan denk ik dribbel. Want hey. En ik nou. Nou, hè, oude vriend. Hè. Dus vandaar. Dus vandaar. Nou, ik had het gisteren er al voor mij al over. Of vanmorgen had ik het er al over. Ik zit te denken aan een nieuwe serie. Moet even kijken of dat het gaat lukken. Ik ga nog niet zeggen dat het doorgaat en wat het wordt. Want misschien gaat het wel niet door. En ja, dan heb ik jullie weer blij gemaakt met een dode mus. Dat wil ik nou ook weer niet op mijn geweten hebben. Dus... ja, ik hou het nog even geheim. Maar ik ben achter de schermen weer bezig. En ik moet nog steeds... Ja, ik zeg het elke keer. En elke keer kom ik er niet van. Ik weet het. Ik moet nog steeds gaan... verder gaan met... ja, die serie van Planet Coaster. Daar ben ik nog niet... moet ik nog steeds mee bezig. Ik zeg al een half jaar al... Of een paar maanden al van... Joh, ik ga het ermee beginnen. Maar elke keer kom ik er niet van. Dus dat schiet ook niet echt op. Dus, maar goed. In ieder geval, ik ga hem afsluiten. Ik ga even lekker even, nog even heel eventjes op de bank lekker even televisie kijken. En dan ga ik lekker een beetje in. Morgen moet ik weer werken. Dan begint de week weer. Ja, dat is het nadeel van weekend. Het gaat zo snel voorbij. En maandag, of morgen is het al maandag. Dus dan moet ik gewoon weer aan de slag. Dus, ja, mijn sidekick Frans, die is ook op vakantie. Die is even een weekendje naar, of een weekje naar Portslanden. Dus de hele week zonder mijn sidekick werken. Dat is ook wel vervelend. Maar ja, volgende week is hij er gelukkig weer. Dus ja, en hij heeft ook recht op vakantie. Dus Frans, veel plezier in Portslanden. Ik ga hem afsluiten, jongens. Vonden jullie deze vlog leuk? Doe even een duimpje de lucht in. Als je nog niet geabonneerd bent, abonneer natuurlijk op It's Ultrax. Druk op het belletje, dan worden jullie op de hoogte gehouden. Als er weer een nieuwe video, als er weer een nieuwe video online is. En ja,
moet je even het V'tje aanwinken voor notificaties. Dan word je altijd op de hoogte gehouden voor de laatste video's, updates en livestreams. Als er een livestream is, ga ik binnenkort trouwens ook weer een keer doen. En ik zeg het al elke keer. Ik heb al een paar keer een berichtje gehad van wanneer ga je daar weer eens een keer livestreamen. Binnenkort ga ik weer Grand Theft Auto 5 livestreamen. Daar heb ik wel weer zin in. Het is alweer een tijdje terug dat ik dat gedaan heb. Maar ik wil nu alweer gaan beginnen met GTA. Het wordt nou natuurlijk ook slechter weer. En het is misschien wel leuk om toch eventjes af en toe eventjes een GTA livestreampje te doen. Dus dat gaan we zeker weten doen. Nou, ik zou zeggen, iedereen de groetjes van deze kant. En ik spreek jullie allemaal weer bij een nieuwe vlog hier op It's Ultrex op mijn kanaal. En dan kan ik alleen nog maar zeggen, de groetjes, fijne dag verder, ochtend, middag, wanneer je deze video ook kijkt. En dan kan ik alleen nog maar zeggen, de groetjes van deze kant. En ik spreek jullie gauw weer. Jongens, ik ga er vandoor. De ballen, bye.